Hallo en welkom terug bij mijn video's over My Music Staff. In deze video ga ik wat uitleggen over de repertoire sectie van de website. Dit is een hele handige als je zelf graag wat bij wil houden over welke stukken je speelt, hoe lang ze duren en of je ze alles uitgevoerd hebt. Nou, wat kun je hier vinden? Hier zie je de titels van de stukken. Als je op het blauwe knopje drukt, dan krijg je alle informatie van het stuk te zien. Dan staat er de titel, wie het geschreven heeft, hoe moeilijk het is, wat de status is, dus bijvoorbeeld completed betekent dat je het al af hebt, welk genre het is, hoe lang het duurt, dit moet je zelf opnemen dan, wanneer je begonnen bent en wanneer je het afgemaakt hebt en of je het al een keer uitgevoerd hebt of niet. Nou, als je nu op Add Repertoire drukt, het groene plusje, dan kun je een nieuw repertoire toevoegen. Ga ik even doen. Ik heb een nieuw stuk. Het heet Maxoon en het is geschreven door Jos. En het duurt 4 minuten en het genre is folk. Je kunt hier alles zelf invoeren. En ik ben er nog mee bezig aan het studeren. Hier staat wat over de status. Dat gaan we even naar kijken. In progress, dat betekent dat je er nog mee aan het studeren bent. Recommended betekent dat iemand je aangeraden heeft om het te doen. Bijvoorbeeld een docent. Requested. Nou, ik speel bijvoorbeeld wel eens op een huwelijk en daar moet ik een stuk voor instuderen. Dan zou ik het hier kunnen doen, dat het aangevraagd is. Maar je zou het ook kunnen doen dat je een repertoire hebt dat je al speelt, dat aangevraagd is door iemand. En dan als je op completed drukt, dan is het helemaal klaar. Dan heb je het klaar met studeren, heb je het af. Nou, hier kun je de datum invoeren dat je begonnen bent en hier kun je de datum invoeren dat je het klaar had. De source of het boek. Nou, bijvoorbeeld als het van My Music Staff komt, kun je hier invullen dat het van My Music Staff komt, dat het een download was. Dan kun je het altijd terugvinden. Misschien komt het wel uit het boek, misschien heeft iemand het je toegestuurd. Dat kun je zelf aangeven. En dan notities over wat je ervan vindt of wat belangrijk is. Misschien heeft je docent er iets over gezegd. Als je op save drukt, sla je alles op. In de sectie tools, hier... kun je het bijvoorbeeld drukken op Calculate Duration en je kan hier ook weer de status van iets invullen. Nou, hoe kun je dat nou doen? Dan druk je eerst op het knopje hier, dan vul je een aantal dingen in. Bijvoorbeeld, die wil ik allemaal zien. Deze drie stukken wil ik graag op een concert gaan spelen. En dan, als ik dan op Tools druk en op Calculate Duration, dan laat het precies zien dat ik drie stukken heb en dat ik, als ik die alle drie speel, dat het 8 minuten en 15 seconden samen duurt. Nou, stel dat ik wil dit echt voor een programma gaan spelen, dan kan ik hier ook nog drukken op download en dan krijg je een PDF met die stukken en hoe lang het duurt. Stel dat je een stuk van je repertoire afneemt, dan kun je hier via het rode prullenmandje het stuk verwijderen. Hoe zit het nou met die performance hier? Nou, dat kan ik zelf ook weer aanpassen. Dus ik ga even op bijvoorbeeld... welke zullen we doen? De Barok Flamenco drukken. Dan druk ik op Edit. Helemaal onderaan, als je naar beneden scrolt, staat dan een stukje Add Performance. Dat ga ik nu doen. Groene knopje drukken. Wanneer heb ik dit gespeeld? Nou, dit heb ik bijvoorbeeld gespeeld tijdens een concert dat ik gisteren had. Dus dat was een concert in Bergendal. En dan voer ik in... de datum van gisteren, de grade, nou, daar ga ik niet invoeren. En hier kun je ook comments geven. Bijvoorbeeld, ik zelf vond het middendeel ging niet helemaal lekker. En dan kan je er nog bij zetten, bijvoorbeeld sectie T tot F. Toevallig staat dat zo in de muziek aangegeven. Maar ik kan ook nog zeggen dat bijvoorbeeld het publiek naar me toe kwam. Geweldig stuk. Mooi om alle technieken te zien. En zo kun je altijd weer wat terugvinden over hoe de uitvoering was. Druk ik op OK. Dan staat hij hierbij. Je kan het altijd nog weer weghalen. En als je dan teruggaat naar je repertoire, dan kun je zien, de Barok Flamenco heb ik ook een keer uitgevoerd. Nou, ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad en dat je hiervan gebruik kan maken.
Nog een ander iets om erbij te zeggen is dat je docent ook repertoire in kan voeren per les. En dan staat het dus al in je lijstje en dan kun je het zelf alsnog nog aanpassen over bijvoorbeeld hoe lang jij erover gedaan hebt, wanneer je eraan begonnen bent en hoe lang het stuk duurt voor jou. Want het is natuurlijk niet voor iedereen gelijk. Het hangt ook af van of je het sneller of langzamer speelt. Oké, veel plezier met het gebruik van de repertoire sectie.